Het is vandaag precies twaalf jaar geleden dat een man een aanslag pleegde tijdens koninginnedag in Apeldoorn. Tien mensen raakten gewond, acht mensen kwamen om het leven. Onder wie de bestuurder van de auto, Karst T. Zo langs die lange oprijlaan zullen mensen staan vanuit de dorpen. En daar gaat een auto tegen het monument aan. Dit is verschrikkelijk. Er liggen mensen op de grond. En Dit ziet er echt uit. Dit is in ieder geval absoluut niet gepland. Het koninklijke gezelschap is ook geschokt. En de grote vraag is natuurlijk: is dit opzet of is dit een ongeluk? Renaldo, die man die we daar zien staan hè? die man bij je auto, die man op de fiets die zo snel aankomt fietsen dat ben jij? Nee, ik, ja, niet de eerste, maar de tweede. Ja, dus de eerste uh, dat, uh, is mijn maatje Dimitri. Die maar hoe is het uh, voor jou om dit terug te zien? Uh, ja, het wordt de laatste dagen wel heel veel uh, herhaald hè? en uh, eigenlijk zijn dat een soort herbelevingen. Want op het moment dat ik die beelden zie, dan zie ik ook gewoon eigenlijk mezelf er staan. En vanuit mijn perspectief zie ik, uh, uh, zie ik alles. Dus zie ik ook de slachtoffers liggen. Uh, ja, dat is gewoon eigenlijk, uh, ik zeg altijd een je wat altijd aan blijft staan. Uh, maar ik probeer het wel, uh, ja, het laatje dicht te doen, hè? dat ik er niet meer zo vol over nadenk. Ja. Want hoe voelt dat radertje dan? Radertje dan? Nou, dat maakt mij nu gewoon best wel vermoeiend. Uh, ver, vermoeid, hè. Uh, zeker de afgelopen dagen. Ik ben daar best wel veel mee bezig nu. Omdat er natuurlijk een boek uitgekomen uh, is. Uh, er zijn veel interviews geweest. Dus um, daardoor uh, bleef ik het elke keer weer. Ja. Ja, je was als, als een van de eerste ter plaatse. Je bent daarmee ook een van de laatste personen die nog heeft kunnen spreken met Carsté, ja. de man die het uh, allemaal heeft gedaan. Daar schrijf je ook uh, over in je boek. Dit is je boek wat nu net is uitgekomen. First Responder ja. heet het. Kun je dat moment omschrijven toen je daar die auto in keek? Um, ja, ik stond dus. Uh, we stonden met meerdere collega's daar en. Uh... Mijn maatje Demietie, die zie je op de foto, die heeft de helm nog op, ook in het blauw. Die um, deed eigenlijk het verhoor met hem. En we hadden onderling hadden we contact. Uh, die daarnaast staat, uh, ja, ik weet niet of ik haar naam mag noemen, dus ik noem het niet. Maar uh, dat meisje die uh, is van de politie die is net niet aangereden. Uh, dus we hebben daar met meerdere collega's hebben daar natuurlijk uh, ons werk gedaan en allemaal uh, zo goed mogelijk. Demiet uh, die de vraag gesteld, we hebben onderling contact gehad en uh, uiteindelijk uh, is hij aangehouden. Ja. En je vertelt het... Heel, met best wel wat afstand, mag ik dat zo zeggen? Um, ja, wat, wat bedoel je? Nou, ik, ik heb je boek natuurlijk gelezen. En daarin omschrijf je heel duidelijk. Ik hield zijn hoofd vast. Bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dat zeg je ja, nu niet. Ja, nee, ja, klopt. Ja, ik hield zo vast, inderdaad. Uh, Miety die deed de vragen, uh, wat uh, ja, val ik herhaling. Uh, op een gegeven moment werd de dak eraf geknipt. Uh, ik heb gehoord wat ge, hij uh, gezegd heeft. Hè, dus dat hij het bewust daad was. Uh, hij heeft uh, gezegd, ja, de koningin, hè, toen uh, in 2009 de koningin. Hij heeft het gehad over Willem Alexander. Um, dus al die dingen die zijn we al gehoord. En uh, ik denk, omdat wij daar erachter kwamen van oké, okay, hij heeft dit bewust gedaan omdat hij ook vlak daarna, exact wanneer weet ik niet precies, maar uh, is hij overleden of is in ieder geval niet meer hebben we niet meer met hem kunnen praten. Dus het is denk ik wel goed dat we daar uh, hebben kunnen achterhalen waarom hij het gedaan had. Ja. En toen was die dag voorbij, kwam je s'avonds thuis. Ja. Hoe was dat? Um, ja, voor mij was thuis een beetje tussen aanhalingstekens. Want uh, ik sliep op de kazerne op Schiphol uh, of, op Bad of in baden-verdorp was dat. Um, ik had de volgende ochtend gewoon vroege dienst, dus ik ben gewoon de vroege dienst gaan draaien. Dus ik, kwam ik ben op... gewoon gaan werken de dag erop. Ja. ja. Hoe dan? Ja, dat. Uh... Automatische <laughs> ik... piloot. Ja, uh, ja. Uh, ja, ik moet ja. gewoon werken toch? Ik sta op de ja. dienstlijst. Dus, maar dat was heel erg ja. mijn gevoel. En uh, je ziet dat gewoon nog steeds gebeuren hoor. Tegenwoordig ook. En we proberen daar echt wel. Uh, als collega's heftige dingen hebben meegemaakt. om ze even een beetje uit de, de looten te, uh, lute te halen, houden. Maar. Um... Toen uh, dacht ik, ik ga gewoon weer wekken. Ik stap op de vroege dienst. Ja. Ik wist ook niet precies wat de impact was, hoor, trouwens, toen. Uh, daar kom je veel later achter. Ja, je bent Zodra. heel erg druk bezig met het incident daar. Daarna ben je druk bezig met uh, alles op papier zetten. En daarna um, moet je alle spullen opruimen. Je moet de fietsen terugbrengen naar Schiphol. De wapens terugbrengen. En je gaat op bed. En eigenlijk, we hadden geen social media. Hè. Smartphones kennen we niet. Hè. Dus het was een hele andere tijd. Ook al is het maar twaalf jaar geleden. En we waren dus... Um, Best wel afgeschermd van de rest van de wereld, hoe die daar tegenaan keken. Alle beelden die we nu zien, dat was voor ons heel erg onbekend. Alles wat daar omheen speelde, was voor ons onbekend. Wat gebeurde in Amsterdam, in Eindhoven, dat wisten ze allemaal niet. En wanneer realiseerde je dan dat het toch wel impact op jou had? Um, op mij kwam ik pas veel later achter. Ja, dat heeft heel veel jaren geduurd dat ik uiteindelijk dacht: oké, okay, uh, ik kwam achter van hey, je hebt PTSS. En waar komt dat vandaan? Waar kreeg je dan last van? Um, veel angsten, herbelevingen maar die had ik de hele dag door. En ik vond dat dat bij me hoorde. Ik dacht van oké, okay, 40 keer per dag aan koningin dag denken, dat is gewoon normaal. Want ik 40 heb... keer per dag? Ja, ja. dat is wel een beetje veel. Ja, ja maar dat vond ik ja. zelf niet. Nee. Alleen de ja. mensen omheen ja. zeiden van ja, dat klopt niet. En ook de psycholoog zei ja, uiteindelijk, dat is toch niet goed. Wel ja, wat zie je dan? Ja, ik zie gewoon heel, al die beelden wat ja, je net tuurlijk. zag, alleen vanuit mijn perspectief zag ik het. En ja. um, dat waren gewoon herbelevingen En mijn, ik, mijn gedrag veranderde daardoor ook. Dat had ik zelf niet hoor uh, ik probeer altijd op een simpele manier uit te leggen... ja, je past door dat die broek niet meer past. Of dat je dik wordt, als die broek niet meer past. Maar die weg daarnaartoe, die heb je niet door. En dat gebeurde in mijn hoofd eigenlijk ook. Elke dag word ik met mezelf wakker. Ik wist niet dat ik aan het veranderen was. Maar mensen om me heen, die, die zagen. me vanaf de zijkant bekeken... die zagen wel dat ik aan het veranderen was. En hoe heb je toen uiteindelijk hulp gekregen? Um, het, hoe we erachter kwamen dat ik uiteindelijk... Dus, uh, dat ik erachter kwam dat ik PTSS had. Um, dat was met een training, een uh, stresstraining. Ze hebben erachter gekomen. We hebben een soort waterboarding gedaan. Uh, ik weet niet of jullie weten wat dat is, maar het is eigenlijk een soort van verdrekingsdood, uh, nabootsen. Um, daaruit uh, kwamen bepaalde gedragingen. Alleen die training duurde zes weken. En in die zes weken zei uh, het team wat om me heen liep, of wat, het, wat de les gaf, wat de trainingen gaf. En die zei tegen elkaar van ja, we moeten even een ander in de gaten houden. En uh, dan merk je ook uh, wat bij mij een van de dingen is die heel erg opvalt. Is op het moment dat mijn stress omhoog gaat, dan krijg ik hele gekke tekens in mijn gezicht. Dan ga ik echt uh, allemaal gekke dingen doen met mijn gezicht? En dan merk ik nu ook, hè, als ik erover praat, dan krijg ik veel meer van die tekens in mijn gezicht. Terwijl als ik gewoon normaal ontspannen op de bank zit, heb ik dat niet. Ik zie dat niet aan jou hoor. Nou, maar ik voel wel dat ik het doe. En, uh, ja. Ja, dus ja, ben je zelf dat, ook nu ja. hier ter plekke aan het corrigeren? Ja, ik probeer het echt tegen te houden. Ja, ja? ja, ja, ja. ja. maar dat is gewoon omdat de stress omhoog schiet. Oh. En... Um, we hebben toen, uh, toen heb ik die training gehad, toen kwamen we dus achter, oké, okay, of kwamen het achter, maar er waren bepaalde handelingen. Ga je direct in, psycholoog, gesprekken. En uh, dan kom je er toch wel uit dat je best veel laadjes dichtgedaan hebt die eigenlijk niet goed gesloten zijn. Dus eigenlijk al die radertjes staan nog aan. Uh -huh. ja, en ik was gewoon bang om naar huis te gaan. Uh, de herleving, wat ik net zei, uh, ja, hyper alert ben ik nog steeds. Um, dat zijn gewoon, ja. Onder andere tekenen van de PSS. Ja, daarom echt heel erg knap dat je, dat je hier zit. Hoe gaat het nu met je? Um, ja, de afgelopen week ik uh, gaf het toevallig gisteravond ook aan, uh, even iets minder. Ik, gisteren, uh, ook, naar aanleiding van de uh, boekpresentatie uh, bij uh, de burgemeester in Apeldoorn. Um, dat was best een heftig moment. En die dag stond eigenlijk de hele dag in het teken van uh, grote incidenten. We hebben nu over koninginnendag, maar er zijn meerdere grote incidenten uh, die ik bespreek gisteren heel de dag over gehad. Uh, bij de gemeente was het heel, uh, uh, heel emotioneel. Familie zat erbij en daarna ging door. Ja, het, het ging zo gewoon steeds slechter met mij. En de dagen ervoor ook al. Ik lag afgelopen week best wel veel met hartklopping op bed en zweten en uh, gewoon behoorlijke druk op de borst. Uh, dus zo zit ik nu nog steeds bij. Heel een nachtje gehad. Uh, dus het is af en toe wel lastig om ook uh, goed te concentreren nu en. Uh, om echt scherp te zijn. Nou, chapeau dat je hier ja, vandaag nog een beetje aan het verhaal zet. Dank je wel voor je verhaal. Yes. We zijn er nog tot in uur Straks heb ik het het parlementair verslag even Carla Joossen over het debat van gisteren en ons vertrouwen in de politiek. Maar nu is het NOWS Sinaal met Astrid kersenboom